Na de nieuwe herindeling op de Daalseweg is er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan waar fietsers de dupe van zijn. Nu moeten fietsers zich tussen de auto's begeven om linksaf te kunnen slaan de Mozartstraat in. En veel buurtbewoners hebben klachten over deze lastige verkeerssituatie. We staan op de Daalseweg in Nijmegen en het gaat vooral om het stukje de kruising met de Mozartstraat. Maar eigenlijk het hele stukje Daalseweg hebben ze sinds een tijdje opnieuw aangepakt en er geprobeerd er wat meer dorpsere uitstraling van te maken. Dus ze hebben de weg wat aangepast en daardoor hebben ze geprobeerd om het verkeer wat te temperen en om het wat rustiger te maken. Wat nu het probleem is, is dat fietsers die hier linksaf willen de Mozartstraat in. Vroeger was daar een soort middenberm waardoor fietsers makkelijk konden voorsorteren en de oplossing zou zijn om daar iets meer duidelijke markering op de weg of misschien iets met een bord te maken, zodat ook automobilisten snappen dat fietsers daar eraf moeten. Je merkt nu als fietsers de bocht willen maken dat achteropkomend verkeer wat ongeduldig is, omdat er geen ruimte is om vaak uit te wijken en daardoor gaat inhalen op plekken die niet kunnen, waardoor er wat gevaarlijke situaties ontstaan.